Dag dames en heren. Ieder weekend nemen we weer de opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week met u door. Vandaag doen we dat vanuit Leiden, waar de oude Sterrenwacht dit weekend de deuren wagenwijd openzet in verband met de jaarlijkse Nationale Sterrenkijkdagen. Het is allemaal mechanisch, allemaal met de hand. En dat is natuurlijk wel iets heel speciaals. En wat hebben we verder nog in deze uitzending? Gehandicapten in Den Haag moeten betalen voor de verf van hun parkeervak. De lijnen die dus vervaagd waren, moesten opnieuw hersteld worden. En toen moesten ze dus voor een paar streepjes moesten 145 euro betalen. Oegstgeest wil bij de Klinkenbergenplas het hele jaar door honden aan de lijn. Ik zag helemaal sterretjes van de ellende. Want ja, ik loop hier al jaren met de honden. En containerwoningen in Leiden geven mensen een nieuwe start. Nee, dit is heel luxe. Om eerlijk te zijn, het mooiste gebouw van de hele kooi. Welkom bij het TV West Weekoverzicht. Nederland is vol, hoor je vaak zeggen. Maar eigenlijk valt dat best wel mee. Want slechts 13% van ons land is in gebruik voor woningen, bedrijven, wegen of spoorlijnen. Alphen aan de Rijn is wel bijna vol. In 2025 is daar bijna geen huis of appartement meer te vinden. Er wordt nog dagelijks gebouwd in Alphen aan de Rijn, maar over een paar jaar is de grond op. Daarom wordt er nu onderzocht waar Alphen mogelijk kan uitbreiden. Een van de locaties is de Geneephoek aan de noordwestkant van de stad. In deze polder is plek voor 10.000 nieuwe woningen. Als je kijkt naar infrastructurele ontwikkelingen in de toekomst, als je gewoon kijkt waar een logische plek is, heel dicht bij de stad, dan denken wij dat de Geneephoek zeker in dat onderzoek betrokken moet worden. De Alphense politiek verwacht dat de Geneephoek als beste naar voren komt, maar niet alle oppositiepartijen zijn er blij mee. Het is een unieke polder, een van de weinige polders die we nog rijk zijn. En het landschap nodigt niet uit om daar nou te gaan bouwen. Volgens de SP zijn er andere locaties en daarnaast vindt ze dat de raad op de feiten vooruit loopt. Waarom zou je dat nu al beslissen als dat pas vanaf 2025 gaat spelen? En bovendien het Centraal Bureau voor de Statistiek. En Bouwend Nederland, die hebben cijfers gepresenteerd waaruit blijkt dat juist vanaf 2025 die bevolking een beetje gaat krimpen. We kijken nu naar de locaties voor de toekomst waar het eventueel mogelijk is. Dat wil niet zeggen dat per definitie al die woningen ook gebouwd gaat worden. Als ze nodig zijn, dan weten we in ieder geval op dat moment wat de locaties zijn waar dat gaat gebeuren. En waar we die groei kunnen realiseren. Het zou dom zijn om dat nu niet te doen en er in 2025 dan achter te komen dat we meer nodig hebben. En dan niet weten waar het moet, want dan moeten als onderzoeken nog moeten starten. Zijn we weer 8 jaar verder en dan zijn we gewoon te laat. De gemeenteraad kiest voor de zomer op welke locatie er gebouwd gaat worden. De provincie Zuid-Holland gaat inzetten op restwarmte. In fabrieken wordt die restwarmte, die nu nog verdwijnt in de lucht of in ons water, straks opgevangen en hergebruikt. Er wordt 65 miljoen euro uitgetrokken om buizen aan te leggen om die warmte te transporteren. De toekomst is nu. Het moet schoner en het moet minder. Want in 2020 moet er een CO2-afname zijn van 20% in onze provincie. En dat gaat gebeuren onder andere met het gebruik maken van restwarmte. Dit werkt als volgt. Restwarmte vanuit de industrie wordt opgevangen en door middel van warme waterbuizen wordt die hergebruikt. Dat betekent dat er buizen van dit warme water moeten worden aangelegd en er moet gepompt gaan worden. Zodat je het naar al die plekken kan brengen waar de vraag is. En dat is bij ons huizen in Leiden, dat is bij een bedrijf als Heineken bijvoorbeeld. Dat kan in de stad Den Haag of Delft zijn. En natuurlijk de kassen hier in het Westland, maar ook hier in het Oostland. De rest van de restwarmte wordt ook opgewekt door aardwarmte. En de bodem in de provincie Zuid-Holland is daarvoor zeer geschikt. Maar willen we de reductie van die CO2 halen, moet er allereerst door de huishoudens energie bespaard worden. Ik heb vloer- en dakisolatie aangebracht. En aan de grafiek kan je zien dat ik het energieverbruik heb teruggebracht naar ongeveer een derde. Je ziet hier de Tonzon kussens. Die zijn aangebracht tussen de balken. Er ligt een folie op de bodem van de kruipruimte. Warmte van onder de dakpannen wordt via water dat door die pijpjes loopt opgevangen en via een pijp naar mijn voortuin gebracht. Alles wat je bespaart, hoef je niet op te wekken en hou je ook over in de eigen portemonnee. Het moet dus minder. Minder CO2 en daarvoor moet er veel meer gebeuren.
Stel je eens voor, je moet naast de vergunning om je auto te parkeren ook nog eens betalen voor de verf waarmee je parkeervak wordt aangegeven. Je zou bijna zeggen, het moet niet gekker worden. En toch is dit precies waar gehandicapten in Den Haag tegenaan lopen. Ja, bizar natuurlijk, want dat zijn toch mensen die vaak heel erg afhankelijk zijn van hun auto. Het is hetzelfde product, dus het is wel heel vreemd dat je daar dan meer voor moet betalen. De enorme verschillen tussen gemeenten voor een gehandicapte parkeerplaats wekken grote verwondering. Den Haag staat met ruim €550 per plaats op de vierde plek van dure steden. In Rotterdam bijvoorbeeld kost die €300 minder. Maar dat het hier duur is, is nog niet eens het enige. Want soms komen er nog onverwachte kosten bij, ontdekte Edith Bal, die namens haar 82-jarige moeder spreekt. Dus de lijnen die dus vervaagd waren, moesten opnieuw hersteld worden. En wij hadden zoiets van, we pakken een pot verf en probleem opgelost. Maar dat mocht dus niet van de gemeente Den Haag. En toen moesten dus voor een paar streepjes moesten €145 betalen. Bal spreekt tijdens een vergadering in het stadhuis de wethouder hierop aan. De wethouder heeft op dat moment aan ons beloofd dat het terug zou gestort worden. Het moet nu nog komen, we zijn bijna een jaar verder. Ja, bizar dat dat nog niet is geregeld. Je zou toch willen dat deze mensen snel dat geld terug hebben waar ze recht op hebben. En dat we niet als gemeente moeilijk gaan zitten doen over het doorberekenen van verfkosten aan gebruikers van een gehandicapte parkeerplek. Afgezien van de problemen met de kosten van de lijnen willen D66, PVV en VVD in Haagse gemeenteraad opheldering over de kosten van een parkeervergunning. Volgens de VVD kunnen die drastisch omlaag. Nou, we betalen hier in Den Haag heel weinig voor een parkeervergunning. En dat vind ik dat dat voor iedereen zo zou moeten zijn. Dus een gehandicapte plaats zou eigenlijk net zoveel moeten gaan kosten als een gewone parkeervergunning op straat. Als je een parkeervergunning hebt, dan heb je een parkeervergunning. Het Westland kan Den Haag een oplossing bieden voor statushouders die nu nog werkloos thuis zitten. In het Westland zijn veel handen nodig, vooral het werk dat verricht moet worden in de glastuinbouw. En Den Haag heeft juist veel bijstandsontvangers die aan het werk gezet kunnen worden. De grootste glastuinbouwgemeente van Nederland, Westland en Den Haag kunnen elkaar goed van dienst zijn de komende tijd. Het Westland heeft veel vacatures en Den Haag heeft statushouders die aan het werk moeten. Ja, we hebben straks iedereen hard nodig om het werk te doen hier in Westland. We zien ook dat het aantal arbeidsmigranten naar de toekomst toe flink terug gaat lopen. Dus we hebben straks alle handjes nodig vanuit Westland, maar ook vanuit de regio, om het werk te kunnen doen in Westland. We hebben ontzettend veel bedrijven die op zoek zijn naar mensen. We hebben een grote logistieke bedrijvigheid in Westland. Dus ook veel vrachtwagenchauffeurs zijn we naar op zoek. De Westlandse aanpak is kordaat en praktisch. De statushouders krijgen onmiddellijk een cursus Nederlands en gaan snel aan de slag. Dat betekent dat we kijken naar opleidingsachtergrond, maar ook kijken waar die mensen, waar de beste match gemaakt kan worden. Die aanpak wordt ook door minister Lodewijk Asscher gezien als een voorbeeld voor de rest van Nederland. En we zien ook dat dat ook echt helpt om die mensen sneller te laten integreren in Westland. De wethouder gaat binnenkort om de tafel met de Haagse wethouder Rabin Baldeusing en grote uitzendbureaus om spijkers met koppen te slaan. Voor Den Haag is de bedrijvigheid in het Westland een uitkomst, want het aantal mensen met een bijstandsuitkering is gegroeid. Den Haag staat van de grote steden na Rotterdam en Leeuwarden op de derde plaats in Nederland met de meeste mensen met een uitkering per 1000 inwoners. 77 mensen op de 1000 inwoners zitten in de bijstand. Alphen aan den Rijn en Westland hebben juist de minste mensen met een bijstandsuitkering. Met de auto naar de rand van Den Haag en dan op een huurfiets verder naar je uiteindelijke plek van bestemming. De gemeente Den Haag wil dit stimuleren door een prijsvraag uit te schrijven voor het beste plan voor een park and ride. En de winnaar krijgt een startsubsidie van maximaal 2 ton. Ja, fietsen door Den Haag is natuurlijk fantastisch. Hoe meer fietsen, hoe beter. Ja, fietsen is gewoon een feestje natuurlijk. Als er iemand enthousiast is over het verhuren van fietsen, is het wel Arthur Wieveling. Op het Noordeinde in Den Haag heeft hij een klein imperium. Kunst, verkoop van bijzondere rijwielen, reparaties, hulp bij zelfbouw en koffie natuurlijk. Heer? Want van verhuren alleen moet je het eigenlijk niet hebben. Mensen willen gewoon lekker fietsen. Ze worden vrolijk van, lekker fit worden ervan. Maar als ik ga uitrekenen, puur fietsverhuur, het is eigenlijk onmogelijk om alleen op fietsverhuur dit te realiseren. Toch wil de gemeente Den Haag nu met een prijsvraag ondernemers stimuleren om een park en bike te gaan opzetten. Te vergelijken met de huidige park and rides. Alleen stap je dan straks niet in de tram, maar op een fiets.
Nou, het idee daarachter is dat we zo de auto een beetje uit de stad houden en dus de stad zo schoon houden. En dat de mensen ook nog een beetje bewegen, zodat ze gezonder worden. Mensen die willen meedoen hebben tot 7 april de tijd om een plan in te dienen. De bedoeling is dat de park- en bikeplekken op ongeveer een kwartier fietsen van het centrum, Beatrixkwartier of de kust liggen. En dan zijn er nog wat eisen. Het is noodzakelijk dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de auto's. En er moet ook een goed fietspad in de buurt liggen, zodat mensen ook comfortabel met de fiets de stad in kunnen. Een hele uitdaging dus, zelfs voor mensen met ervaring. Hoe ik het zelf zou doen is, ik heb wel laten zien, ik heb een kopje koffie gaan zetten, eigen fiets zou maken, gaan recyclen, maar het was niet makkelijk. En wij zijn nog steeds bezig om keihard aan het werken dat het eigenlijk klopt. Wat denkt u? Zal het een succes worden? Ik hoop het, ja. De Klinkenbergenplas in Oegstgeest wordt heringericht. En daardoor veranderen de regels voor het aanlijnen van honden. Ja, waar de honden nu vrijwel overal nog los mogen rennen, moeten ze straks op bepaalde paden het hele jaar door aan de riem. En dus zijn de hondenbezitters in Oegstgeest boos. De gemeente zegt aanvankelijk open te staan voor de kritiek van de baasjes. Maar maakt dit volgens hen niet waar. In de zomer is de plas vooral bedoeld voor recreanten. Maar in de herfst en winter zijn die er volgens de hondenliefhebbers nauwelijks. Als het plan doorgaat, mogen de baasjes hun honden ook in de winter niet los laten lopen. Nou ja, kijk om je heen. Het is vandaag voorjaarsvakantie. En behalve mensen met een loslopende hond zijn er geen andere recreanten. En dat is wat we heel erg betreuren in het besluit van de gemeente. Dat ze niet heeft willen luisteren naar onze smeekbeden in de herfst en in de winter. Laat ons alsjeblieft loslopen met die honden. Ik zag helemaal sterretjes van ellende. Want ja, ik loop hier al jaren met de honden. Bij elkaar misschien naar de maan heen en weer gelopen als je het allemaal optelt. En ik dacht, ja, als ze hier ook gaan fietsen en je mag niet meer loslaten lopen, dat is echt heel slecht voor ons. Nou, een hond moet hond kunnen zijn. Als een hond niet kan rennen, niet met zijn eigen soortgenoten kan spelen en kan ravotten en kan leren van zijn eigen gedrag, dan de meeste honden worden erg gefrustreerd daarvan. Met de hoop dat er nog iets aan het plan kan worden aangepast, kijken de baasjes naar de gemeente Oegstgeest. Eigenlijk hebben we al onze hoop gevestigd op de politiek. De commissie Ruimte en de gemeenteraad gaat in maart hierover vergaderen. En we hopen dat zij ervoor gaan zorgen dat deze regel, want het wordt een regel, wordt bijgesteld. Ze hopen dat de raad besluit dat de honden hier niet meer het hele jaar, maar nog maar de helft aan de lijn moeten. Daar worden ze blij van. En wij ook. Ja, Tilly, daar word je blij van, hè? Ja. Het is inmiddels een recept dat overal wordt toegepast op oude industriegebieden. Zet wat creatieve bedrijfjes bij elkaar in leegstaande gebouwen en er ontstaat eigenlijk min of meer vanzelf wat meer leven in de brouwerij. Nadeel is wel voor de gebruikers dat het vaak tijdelijk is. Maar de creatieve broedplaats De Besturing in de Haagse Binkhorst wil blijven waar ze nu zitten en dus hebben ze het pand gekocht. Hier verzamelen wij restmaterialen voor workshops voor scholieren. Jan-Willem Hagenbeek is een van de 37 kunstenaars die hun plek hebben in De Besturing, een voormalige scheepsmotorenfabriek. Nou, hier hebben we dus een aantal ateliers gezamenlijk waar mensen dingen maken. Dit is mijn ding. Ik bouw synthesizers, dus muziekinstrumenten. De kunstenaars en creatieve ondernemers zitten al 10 jaar in De Besturing. Ze hebben het pand van de gemeente gekocht, want ze willen hier niet meer weg. We zijn hier in eerste instantie was het tijdelijk. Dus eigenlijk zit je dan altijd met 37 kunstenaars die dan weer een keer moeten gaan verhuizen. Dus voor ons was het heel belangrijk dat we dit nu kunnen kopen om voor de toekomst eigenlijk gewoon dit ook veilig te stellen. Dat we hier nog in ieder geval altijd door kunnen gaan. De gemeente is bereidwillig om de kunstenaars tegemoet te komen. Aangespoord door de Haagse Stadspartij. Deze collegepartij met wortels in de bekende Haagse broedplaatsen als de Blauwe Aanslag en de Vloek heeft ervoor gezorgd dat deze collegeperiode 2 miljoen euro naar broedplaatsen gaat. Het zijn plekken die heel goed zijn voor het culturele klimaat in de stad. Kunstenaars die werkplekken hebben in de stad, die zorgen voor reuring, die zorgen voor activiteit in de stad. Die trekken allerlei mensen naar de stad toe en die maken Den Haag aantrekkelijk. En De Besturing blijft De Besturing, ook al zijn de kunstenaars nu feitelijk vastgoedeigenaren geworden. Wij zijn geen personen die in één keer omgeslagen kunnen worden naar een
serieuze bedrijf. Het is ook, we noemen onszelf ook zeker geen start-ups. We zijn echt een collectief voor kunstenaars. En dat is wel echt belangrijk bij ons. Dat staat bovenaan. En dat zal ook echt altijd bovenaan blijven staan. Containerwoningen worden ze in de volksmond genoemd. Maar de huizen die binnenkort worden opgeleverd in de Leidse Sumatrastraat verdienen die naam eigenlijk nauwelijks. Menig starter op de huizenmarkt zal er namelijk blij mee zijn. 12 van de 16 tijdelijke woningen zijn toegewezen aan mensen die om verschillende redenen dakloos zijn geweest. Baron Cordero heeft voor het eerst in 8 jaar zijn leven weer op de rit. En is een van de eerste bewoners. Tot zijn grote vreugde. Ik kom op bed, hè. Ik kom. Ja, ik ben heel enthousiast erover. Ik zit al een hele tijd te wachten erop natuurlijk. De containerwoningen worden volgens Jelle Rijmera van daklozenopvang De Binnenvest niet zomaar toegewezen. Om in aanmerking te komen moet je eerst voldoen aan voorwaarden. Dat is dat zij 28 uur dagbesteding hebben. Hun financiële situatie moet onder controle zijn, dus er moet beheer of bewindvoering zijn. En er mag geen sprake zijn van problematische verslavingsproblematiek. Van belang is dat het ook om een tussenoplossing gaat voor een jaar. In die zin ook dat ik vanaf hier door kan stromen naar een woning toe. Waar ik meerdere kamers heb, dan kan ik muzikaal bezig zijn. Ik kan bezig zijn om een regeling te kunnen treffen om mijn zoon weer vaker te kunnen zien. Stabiliteit is dan heel belangrijk natuurlijk, want zolang ik niet stabiel ben, heb ik niks te bewijzen en niks te zeggen. In de Sumatrastraat is geen plek voor statushouders. Die komen voornamelijk te wonen in de nog te plaatsen containerwoningen op de Voorschoterweg. De woningen in de Sumatrastraat zijn overigens ook tijdelijk. Van de Sumatrastraat blijven ze ongeveer 3 jaar staan en dan worden ze verplaatst naar een volgende locatie. Maar dat mag voor Baron de pret niet drukken. Ik denk dat als je langs de straat rijdt, dat zij niet meer containerwoning denken. Nee, dit is heel luxe. Dit is de mooiste gebouw. Dit is, om eerlijk te zijn, de mooiste gebouw van de hele kooi. Dit weekend vinden de Nationale Sterrenkijkdagen plaats. En traditiegetrouw doet ook de oude sterrenwacht hier in Leiden daaraan mee. Ja, en nu maar hopen op wolkeloze nachten. Bij de Sterrenwacht in Leiden wordt alles in gereedheid gebracht voor de Nationale Sterrenkijkdagen komend weekend. Ja, je kan heel goed de kater zien, dus dat is, het is wel een mooi beeld. Het is een unieke gelegenheid om door die hele oude sterrenkijker het heelal af te speuren. En de koepel waarin die gebouwd is, dat is zeg maar een geweldig iets, helemaal mechanisch, hoe dat zeg maar ronddraait en hoe je op een gegeven moment ook zag dat het luik om naar buiten te kijken open ging. Het is allemaal mechanisch, allemaal met de hand. En dat is natuurlijk wel iets heel speciaals. Het is natuurlijk wel even duimen voor goed weer. Maar als dat zo is, dan valt er genoeg te zien. Overdag de zon. En dan zie je op een gegeven moment de zonnevlammen. Dat is overdag. Maar 's avonds kun je Venus zien. De kraters op de maan. Orionnevel. Dat is een prachtige nevel. Heel groot. Waarin je dan heel duidelijk de sterren van Orion inziet. En de Pleiades, dat is zeg maar een groep sterren bij elkaar, heel dicht bij elkaar. En dan kun je allemaal in één keer in de sterrenkijker bekijken. Lekker dwalen door de prachtige historische gebouwen, door antieke sterrenkijkers kijken. Het kan allemaal dit weekend bij de Sterrenwacht Leiden. Ja, hoewel het af en toe nog best koud, winderig en guur is, zijn de voortekenen van de lente niet te missen. De wilgenkatjes zitten al aan de bomen en er staan ook alweer pasgeboren lammetjes in de wei. Kortom, genoeg om onze weerfotografen weer naar buiten te lokken. Sang and warned me that you would be gone from me. So I found my fear, and fear became something of an island to dwell upon in the breaking day. So I would have run, and I would have stolen your car, driven it round and round. I would have gone and gilded your name to my door, to mark out where you belong. And I'd make you come, come to your senses, and I'd be
traveled your land to settle my score with the masses. And you are my queen, and to me you were the herald of a gilded age to dwell in upon the breaking day. And I would have run, and I would have stolen your car, driven it round and round, and I would have gone and gilded your name to my door to mark out where you belong, and I'd make you come, come to your senses, and I'd be the one to warm you in winter. De mooiste weerfoto van afgelopen week is gemaakt door Carla Verstegen uit Noordwijk. Zij wint de foto daarmee afgedrukt op canvas. En wilt u ook een keer winnen of vindt u het leuk dat de foto in het weekoverzicht komt of op de website van West? Blijf uw weerfoto's dan toesturen naar weer@omroepwest.nl. En dat was het weer voor deze week. Volgende week zaterdag is er weer een nieuwe aflevering van het TV West Weekoverzicht. Het actuele nieuws kun je blijven volgen via onze website omroepwest.nl, Facebook, Twitter, de app en natuurlijk ook bij de collega's van 89.3 Radio West. Ik wens u een mooi weekend.